Hier zitten we nu allemaal aan een glaasje water, maar vanavond zitten er allemaal mensen in de kroeg aan de alcohol. En alcohol is gewoon slechter voor de gezondheid dan ecstasy is. Maar ecstasy wordt gebruikt op festivals, op de Zuidas en op Urk. Dus laten we er dan voor zorgen, maar laten we er dan voor zorgen dat we weten... Wat er in die pillen zit, dat we mensen er goed over voorlichten. En dat we er ook voor zorgen dat het gebruik, dat mensen toch doen dat het ook op een veilige manier gebeurt. Maar bent u op zich gebeurt. wel voor dat er minder gebruikt wordt worden? Ja. Door jongeren, door studenten? Nou, maar de, maar overeen, dat vind in op de Zuidas. Dat vind ik van roken, dat vind ik van alcohol en dat vind ik van drugs. Het is slecht voor je lichaam, dat moeten mensen zich realiseren. Dat moeten mensen ook over voorlichten. Maar de harde realiteit is ook dat de mens nou eenmaal naar dat soort hulpmiddelen maar grijpt. Erop, omdat hij een avondje wil ontspannen of welke reden dan ook. Dus laten we dan als overheid van uit die zorgplicht, die we hebben, zorgen dat het op een veilige en verantwoorde ja, manier toch, gebeurt. Hetzelfde is gebeurd met het online gokken. We zeiden, uh, een aantal partijen zeiden. Uh, ja. laten we het dan maar gaan reguleren, want dan zal het minder, zal het minder worden. En wat hebben we gezien? Woep, heel veel meer mensen zijn gaan gebruiken. In Nederland, de harddrugs die hier binnenkomt. 10% is voor de Nederlandse markt, 90% gaat verder Europa in. We spekken de criminaliteit, terwijl we weten... ook vandaag weer het Trimbles Instituut laat zien... het problematisch gebruik neemt toe. En een war on drugs is in Nederland nooit echt gevoerd. Het is vooral geweest dat we hebben gezegd... een gedeelte gedogen we, een gedeelte proberen we aan te pakken... en ondertussen zijn daar criminelen schatrijk mee geworden. Ik vind echt dat dat anders moet. Dat begint absoluut inderdaad gewoon bij je eigen gebruik. Of je nou in Urk woont of in Utrecht, maakt mij niet uit. Daar begint dat. Maar ik vind ook dat was overheid hebben te zeggen jongens dit is troep we beginnen niet aan en daarom normaliseren ja, maar... we het niet